Welkom bij de making of Hello Dolly, de Broadway musical comedy. In deze serie nemen we u mee in het creatieve proces van deze gigantische voorstelling. Wist u bijvoorbeeld dat er achter de schermen al ontzettend hard gewerkt wordt? We gaan het u allemaal laten zien. En het wordt me toch mooi? Deze schetsen zijn gemaakt door Jan Tax. Jan ontving afgelopen jaar de Oeuvre Award tijdens het Musical Awards Gala en is dé kostuumontwerper van Hello Dolly. Wat zijn ze mooi, hè? Jan is al een hele tijd bezig met het ontwerpen van de kostuums, het uitzoeken van stoffen. Hij heeft het er maar druk mee. En weet je wat nou zo leuk is? We zoeken hem gewoon even op. In Wenen. Hi Jan. Hi Simone. Mooi hier hoor. Hoe gaat het nou, zo'n ontwerpproces? Nou, als je met een kostuum begint, dan begin je dus met het materiaal uit te zoeken. Hier in Wenen is er een speciale afdeling waar 5 of 6 mensen werken die alleen maar met stoffen bezig zijn. En die helpen dus de ontwerpers met de stoffen vinden die zij willen. En dat zijn waanzinnig gekwalificeerde mensen die heel veel weten. Ze hebben ongelooflijk veel referenties van handelaren in het buitenland, eigenlijk van over de hele wereld. Ze hebben iets van 86 premières per jaar. Dus kun je nagaan wat voor infrastructuur hier is. Die, dat is einfach van de farben super. En dan... Ah ja. We hadden nog wat anders schön. Dus je krijgt iemand toegewezen op de stoffenafdeling die speciaal voor jou de Hello Dolly productie verantwoordelijk is. Dus dan ga je met hun door totdat je vindt wat je wil hebben. Julia, dat is schrikkelijk. Nou, deze vind je niet zo mooi. Bessen. Ah, deze gelukkig wel. Ik denk dat bij ons in Dolly wel 150 dameshoeden en een 100-tal herenhoeden zitten. Dus dan heb je het hoedenatelier waar ook een man of 8 en afhankelijk van het werk soms 10 tot 15 zitten die alleen maar hoeden maken. En dan heb je afdeling sieraden, waar ze sieraden maken, waar sieraden vermaakt worden of verstevigd worden. Want omdat er vrij veel gedanst wordt in Dolly ook, dat is natuurlijk ook nog iets wat je met kostuums rekening mee moet houden. Ja. Het lijkt wel een winkel. Het is dus een gebouw waar eigenlijk iedere discipline die je nodig hebt om een kostuum klaar te stomen in één gebouw hebt. Ook voor mijn afdruk? Ja. Wat wichtig zijn deze accenten? Highlights en passetten. Hey. Ja. Dit komt mij bekend voor. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat is voor mij. Nou, en dan op een gegeven moment zijn de kostuums op die ateliers dus zo ver dat ze in de eerste pas moeten. En dan moet dus die grote vrachtwagen, het is een volle vrachtwagen met kostuums en hoeden, naar Nederland. Want we passen door in Nederland. En weer terug in Amsterdam. Lekker muziekje erbij. De gemiddelde ensemble man of vrouw heeft 5, 6 kostuums. En dan moet je toch gauw rekenen dat het een uur per kostuum is. Dus dan sta je heel lang en je moet heel stil staan. In 4 dagen moesten we dik 200 kostuums er doorheen jagen. Het is echt heel gaaf. Het is zo mooi gemaakt. Ja, ik vind dit zo vet. Het voelt goed. Al die kostuums die zijn dus op de maten van de mensen gemaakt. Dus het is echt maatwerk. Soms zit er wel een halve kilo spelden op zo'n kostuum. Dan is die doorpas is klaar. En dan gaan al die kostuums weer met die vrachtwagen terug naar Wenen. Dan worden ze helemaal afgemaakt. En dan is het hopen dat ze het mooi vinden. Ik heb mijn best gedaan in ieder geval. Nou, dat was toch leuk, hè? Even zo'n kijkje in de keuken. In de volgende aflevering neemt Freek Bartels u mee naar de zangsessies. En vertelt hij meer over het decor. Tot dan!